Welkom bij Maximum Motorcycle Channel. Vandaag zijn we bij een merk en lifestyle Harley Davidson dealer te Zwijndrecht met de Sport Glide. Nu, deze heeft de 107 cubic inch, de afneembare koffers, dubbele zit, afneembaar schermpje van voor. Die hebben ook de LED koplamp, ja, de upside down push, de forward controls. Er zit ook cruise control op en de basics van een echte motor natuurlijk. Wil je hem customizen? Je kan er zo oneindig gek mee gaan als je zelf wil. Ik vind de persoonlijk standaard ook wel echt meer dan machtig. Het is een softail, dus de vering die zit eigenlijk hierin gesitueerd, hè, riem aangedreven, een dikke vette tweecilinder. Zo, kijk jongens, echt een prachtmotor, hè. Nu, zoals jullie weten, gaan we er natuurlijk een ritje mee maken straks, maar we gaan hem nog heel even bewonderen. Bijvoorbeeld ook de vering kan je ook weer gewoon handmatig verstellen. Dus vind ik wel echt dik in orde. Goede schijfremmen zitten er ook op. Remt ook heel goed. Vroeger was Harley er niet echt zo omgekend voor het goede remmen, maar daar hebben ze ondertussen wel al echt zwaar aangepakt. Je kan er ook natuurlijk een ander ruitje op krijgen en zo. Allee, je kunt er zo zot in gaan als dat je wilt, echt, gelijk of dat ik er juist gezegd heb. Je kunt van het fabriek af, kan je eigenlijk... Allee, is dit hem, zo gezegd? Is dit de standaard? Je kan dan nog de meegespoten koffers bestellen. En je kan de kleur aanpassen. En dus afhankelijk daarvan is de graphic ook. De uitlaatlijn. In mijn ogen... eigenlijk ideaal, want de bochten zijn proper en de demper kan je gemakkelijk vervangen. Ze doen hier Vance & Hines, Jekyll & Hyde, ja, alles wat je eigenlijk maar wil. Dus vraag het hen en je zal geholpen worden. Dus bij deze, kom jongens, we stappen op en we zijn weg, hè. Goed? Voor de key fob kan je ook natuurlijk zonder sleutel, nee, staat het alarm aan. Dat is ook een voordeel, hè? Je hebt een alarm. Dus je zet hem zijn contact aan. Je laat hem zijn checks doen. Ik doe altijd de koppeling in, hoeft niet, maar voilà. En we kunnen vertrekken. Analoge snelheidsmeter. Je toerental en digitaal. Je kan ook van alles verzetten. Je kan ook dan de fuel gauge zit er ook in. Dus ja, mooie details, hè, jongens, de details ook. Hè. De bar and shields. Dat is een zeer zoete motor. En met de forward controls en het zadel. Dat je een goede steun geeft van achter. Ja, zit je direct als gegoten. Hè. Gaan we straks wel de camerahoek een beetje aanpassen. Het is niet echt optimaal. Zo. Gaat wat beter zijn. Hè. Dus. Een echte smooth cruiser met power onderin. De sound
Dat is door de restrictienormen. De echte Harley sound, dat iedereen gek op is. Maar dat kan voor gezorgd worden. Voor iedereen wat wil. Zeg je nu van, ja, ik cruise gewoon graag en ik hoor hem wel. Want je hoort hem, hè. Daar niet van, hè. Kijk, maar heel beheersbaar ook allemaal. Niet bokkig. Heel soepel allemaal. Er zijn hier wel enorm veel werken. We hebben natuurlijk de lichten. Dat is niet zo erg. Een van de voordelen ook. Kijk, Harleyman. Nieuwe white walls. Ze zagen ook blauw. Dus de pinkers bij deze nog zijn links en rechts typisch Harley Davidson. Maar zoals jullie misschien nog niet weten, bij de Panamerica die dat gaat uitkomen, verandert dat. Wordt dat dus European style, dan wordt alles terug links gezet. Maar echte Harleys zogezegd, of de voormalige, hebben altijd links-rechts de pinkers. Nu, we hebben hier vol een bak werken, dus ik ga eventjes de camera afzetten en jullie straks terug meepakken. Van de tunneltjes moeten we natuurlijk even gebruik maken. We schrappen het idee van de camera even uit te zetten. Ja, oké. Johanna Kaars. Kunnen we gewoon niet rijden, dus. Strakjes zitten we al aan een veel mooier stukje. Je gaat ook straks zien. Is hier stukje zone 30. Er zit wel een goede motorrem op. Dus als je hem dicht doet, heb je er wel erg in. We zullen er echt aan praten. Kijk, tegen 30 en tweede. 1600 toerkes. Is geen enkel probleem. Gewoon een beetje cruisen. Hij is niet bokkig zoals de vroegere. De meer ouderwetse Harleys. Die hadden nog wel eens de neiging voor een beetje bokkig te zijn. Eigenlijk wel niet slecht dat we nu een keer een echte realistische situatie hebben, hè. Zit heel stil. And off we go. Vering is echt zalig, hè. Souplesse. De kranen scenery. Het is echt een ideale cruiser ook, hè.
dit is nu eigenlijk wel een van de dingen waar dat hij voor gemaakt is. Gewoon op het gemak kunnen rondcruisen. Reisjes doen. Gewoon werk. Heel goed hanteerbaar ook. Voelt zeker niet zwaar aan. Balans houden. Ook heel gemakkelijk. Je zou bijna kunnen zeggen, het is motto voor eenhandig mee te rijden. Mooi aan het water hier. Voor mij het stuur, de houding in het algemeen, voelt echt heel goed aan. Je kan het zo hebben dat je zegt van, ah, nee, er moet toch een riser tussen. Of ik wil een breder stuur. Of... Ik kan u niet zeggen, als je echt al de straten ermee gaat doen, denk ik wel dat een ander ruitje, dat dat niet slecht zou zijn. Want ja, veel demping van een borst of een helm ga je niet echt hebben, hè, met deze. Maar het ziet er wel cool uit. Nee, je hebt die frontkouwel die zeker niet overdreven is, maar hij maakt de motor wel af. Zeg je nu, ah, ik zie liever een basic, hè, zonder. Geen enkel probleem, je kunt er gewoon afklikken. Hè. Het is niet dat het een vaste, echte vaste fixing is. Hè. Laten we even kijken. Voor hier eens even in te draaien. We hebben hier echt een prachtige scenery voor de motto. Kijken, echt mooi. Echt perfect manoeuvres mee doen. Het draait heel soepel. Je kan gewoon vlotjes.
genieten. Ik zal hem even terugdraaien. Kijk, je kan echt wel een vlotte bocht nemen ze. Het is wel wat grondspeling. Soepele shifting, geen zware embrayage. Gewoon genieten. Nee, de drempels, die voel je gewoon niet. Even gebruik maken van de tunnel. Een beter idee te geven. Je ziet, bochtje pakken, heel behendig, alles heel soepel. Het waait genoeg in. Ook met de luchtfilter hebben ze hier wel goed gekeken, vind ik. Als nu die camion. Dus zoals ik daarnet zei, met de luchtfilter hebben ze ook heel goed gedaan in mijn ogen. Want je zit er wel tegen met je kuit, maar je hebt er geen last van. Tot tegenstelling van vroeger kon je het wel een keer hebben dat hij een beetje in de weg zat. Dat je echt zo met je benen wat open moest rijden. Dat is ook ontspannen, hè? Maar je kan de motor beter beetpakken vergeleken met vroeger. Kijk, hier hebben we wat ruimte. Want ja, het centrum is niet veel plaats. Je kan hier perfect je rondjes nemen. Kan heel kort draaien eigenlijk. Moet blijven rekening houden. Je bent nog altijd met een serieuze Harley op de baan. Hè. Dus, maar het is echt wel een vrij korte draaibasis voor zo'n shopper. Dus kijk, we zijn juist toegekomen terug bij American Lifestyle. Heb je nog vragen? Naast de Beauty and the Beast. Heb je nog vragen? Stel ze gerust. Wil je in-depth? Zou je graag een meer in-depth review zien? Laat het dan weten in de comments. Komen we gerust nog eens terug. Kunnen we ook even de jongens van American Lifestyle aan het woord laten als je dat graag hebt. Kijk, dit was hem dan voor vandaag. Like en subscribe. Maximum Motorcycle Channel out. Ladders.